Noem drie voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Fuck, vliegtuig. Een helikopter. Ja, en nog twee. Een helikopter. Fuck, wat vliegen er nou nog meer? Yo, mensen. Ik ben weer een keer op Link's kanaal. Link nodig mij nooit uit, jongens, voor een video. Ik heb je laatst echt nog uitgenodigd. Nee, dat gast. Was niet uitgenodigd. Want dat was in zo'n Among Us video. Gast. Ja, maar ik vond het wel leuk dat je bij was. Ja, maar ik was niet eens gevraagd. Vandaag spelen we. Stay cool. Kunnen wij als man zijnde multitasken? Daar gaan we naar achter komen. Nee, Duncan zegt... Braf aan het kijken! Vincent weet precies hoe het werkt, dus hij gaat even uitleggen. Ik zal het spelletje heel snel uitleggen. Het spel Stay Cool is vrij eenvoudig. Er is één speler en twee ondervragers. En in ons geval hebben we ook nog iemand die de zandloper in de gaten houdt. De ene ondervrager krijgt het rode kaartje en de andere krijgt het blauwe kaartje. De speler moet eerst de rode vraag goed hebben, voordat hij vragen van de blauwe kaart mag beantwoorden. Terwijl hij de rode vraag goed heeft, moet hij de antwoorden spellen met de dobbelstenen die voor hem liggen. En dit allemaal terwijl hij vragen krijgt van het blauwe kaartje. Na 2 minuten is het spel voorbij en dan wordt de hoeveelheid punten van beide kaarten bij elkaar vermenigvuldigd. Degene met de meeste punten wint. Dankjewel Nine Nine Games voor het sponsoren van deze video trouwens. Hey, wist je trouwens dat Stay Cool uitgeroepen is tot speelgoed van het jaar? Oh, en, ja, is dat zo? Ja, wij hebben nog gewoon. Dat is best wel cool. Dit is speelgoed van het jaar jongens, dus... Maar ik ben nu al blij. Bepaalt het speelgoed dat zelf, zeg maar? Nee, fuck jury. Oh, dus het speelgoed zelf gaat niet onderling, zeg maar. Oh, hij is wel goed. 3, 2, 1! Vincent, een pikzwarte vogel. Een merel. Nee. Een kraai. Nee. Nou, mag ook. Als je juist die kan maken, maar staat er niet bij. Nee, dat kan ik er niet maken. Ik moet weten. Nou, een ekster? Nee, ook niet. Wil je een andere vraag? Een meeuw. Nee. Ik moet die hebben. Wat is een pikzwarte vogel? Dat staat er ook letterlijk? Ja. Een pikzwarte vogel. Ja, dat is een kraai of een merel, toch? Een pik? Ik ga door naar de volgende vraag. Nee, ik moet die vraag hebben. Nee, dat hoeft niet van mij. Oh. Bij een ongeval ga je het eerste heen naar de... Ja, dan ga je naar het ziekenhuis. Nee, ja, klein woordje, dan gebruik je de... Dit gaat helemaal niet goed. Wat is dit nou weer dan? Net toen ik het jullie uitlegde, ging alles vlekkeloos. Veelkleurig of een dierenvacht? Dit gaat heel goed. Je bent al bijna door je 2 zandlopers heen. Oké, doe je ogen dicht en vorm de T met de dobbelstenen. Doe dat maar. Een T met mijn dobbelstenen? Ja, oké, volgende. Oké, nou, wat hoort er niet bij en waarom? Terminator 2, Shrek 2, Cars 2, Forrest Gump 2. Forrest Gump 2. Heel goed. Hoe heet de laatste? Oké, volgende van mij vraag weer. Aanhechting van 2 stukken metaal. Er is 2 stukken metaal. Lassen. Een las. Ja. Hoe heet de laatste president van de Verenigde Staten? Trump. Kunnen we dat goed? Nee, dat kunnen we niet goed. Nee, Biden. Goed. Volledige naam? Joe Biden. Heel goed. Welke kleuren hebben zebra's? Gestreept. Zwart-wit. Ja, heel goed. Hoeveel A's zit er in het woord abracadabra? Oké, ik ben weer een pikzwarte vogel. Is deze die? Kom op, die pikzwart. Ja, wat nou? Oké, je hebt ouw, dan haal je het uit een pleister uiten. Een verbandtrommel. Ja, hoe noem je dat? Een EHBO. Goed zo, dank je. Nou. Hoeveel A's zit er in het woord abracadabra? En tijd. Oh. Weet ik veel, 4 of zo, denk ik. 5. Nou, een pikzwart vogel is trouwens een raaf. En een my god. En veelkleurig dierenvacht is bont. 4 punten. 4 punten. Nou, dat is echt heel moeizaam op het begin. Ja, ik kwam niet over de raaf. You came back, gast. Ja, lekker. Dus het is niet je nicht, maar je... Neef. Ga je gang. Welk getal komt tussen 7 en 9? 8. Van welke boom komen pruimen? Pruimenboom. Noem 3 voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Helikopter. Ja, 3. Nog 2. The fuck? Waar is de fucking 1? Noem 3 voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Een helikopter, een... Hallo! Noem 3 voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Hè? Oh, hier. Een helikopter. En dat heb je gezegd. Een parachute. Nee. Een Boeing 737. Nee. Noem 3 voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Fuck, ik ben klaar. Oké, waar je films kijkt? Een bioscoop. Ja, en dan klein. Bios. Ja. Noem 3 voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Een helikopter. Ja, en nog 2. Een helikopter. Fuck, wat vliegen er nou nog meer?
Een zweefvliegtuig? Nee. Wat? Hoezo? Dat is een vliegtuig. Nee, dat is een vliegtuig. Wat vliegt er nog meer? Ja. Een drone? Nee, ja, die telt niet mee. Hoezo niet? Het zijn voertuigen, we moeten mensen meenemen. Een helikopter. Nog drie voertuigen vliegen anders dan een vliegtuig. Een vogel. Nee. Wat heeft Elon Musk laatst weggeschoten? Een Tesla. Oh my god. Een raket. Oké, die keurig gewoon. We moeten er nog één hebben. Een raket en een... Oké, niet slim, maar... Dom. Karam. Noem drie voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Fuck. Je had er al twee, nog één. Noem drie voertuigen die vliegen anders dan... Oké, ben je moedig, dan toon je... Moed. Ja. Wat een waar. Noem drie voertuigen die vliegen anders dan een vliegtuig. Stop. Oh, ik had hem. Ik taal niet meer. Wat de fuck was het dan? Een helikopter, spaceshot en een luchtballon. Een luchtballon. Ja, een voertuig. Het is toch iemand... Mensen meenemen. Kijkers wisten dit ook niet. Ik weet het, jullie wisten dit ook niet. Stik in je huis. Hey, Meijer. Ja. Je hebt zo nog eventjes opnieuw kans, joh, gast. Ik wil graag Duncan daar hebben zitten. Ik ben klaar. Een kleine vrucht die vaak in trossen groeit. Druif. Nee. Bes? Ja. Welke letter begint de naam van dit spel? Hoe heet het? Kut. Hey, hallo. Met welke kleur heeft de roze pand? Welke kleur? Roze. Maak het volgende af. Drie keer is... Best, okay. Best. Oké, daar kijk je door naar buiten. Het raam. Goed zo. Maak het volgende af. Drie keer is... Drie keer is... Wat? Glazen verpakking van vloeistof. Een glas? Nee. Huh? Een verpakking. Verpakking? Glazen verpakking? Fles? Ja. Maak het volgende af. Drie keer is... Drie keer is scheepsrecht. Ja. Oh mijn god, dit is zo moeilijk. Hoeveel hebben alle spelers in totaal? 10. Hoeveel? Oh, 40. In welk schoolvak was je het best? Engels. Noem drie filmtrilogieën anders dan Lord of the Rings. The Hobbit. Mijn tijd gaat heel snel. Fles, hey. Oké, als je ergens heel goed in bent, dan ben je? Goed. Bro, ja. Professioneel. Okay. Noem drie filmtrilogieën anders dan Lord of the Rings. The Hobbit, Fantastic Beasts. Is tel dat? Wat was mijn antwoord ook alweer? Pro, oh ja. Dit is zo moeilijk. Ik ben geen vrouw, jongens. Ik kan dit echt niet. Ben jij geen vrouw? Nee. Helikopter, gast. Ah, shit. Star Wars, The Godfather, Harry Potter. Star Wars is toch geen trilogie? Ja. Wel? Ja. Ik dacht, een trilogie moet er drie zijn. Anders had ik wel... Star Wars zijn er acht of zo. Ja, nee, maar daarom. Ik dacht, dat moeten er drie zijn, maximaal. Je hebt wel een goede best van. Mij hebben er drie. Hoeveel punten bij jou? Hij heeft bij mij... 2, 4, 6. Dat maakt 18. Gast, lekker joh. Jongen, ik ben de beste. Ik zei toch dat ik dit kon. Ik kan moeilijke vragen. Het is aan mij de beurt. De meeste oude fornuizen werken op... Gas. Ja, mag ik spellen. Spel je voornaam achterstevoren. K-N-I-L. Wat is je grootste kwaliteit? Goed ben in bed. Sorteer de getallen 125, 87, 109 van groot naar klein. Jezus, kan je nog een keer doen? Sorteer de getallen 125, 87 en 109 van groot naar klein. 87, 109, 125. Sorteer de getallen 125, 87 en... Oh, van groot naar klein. 125. Kut, Jan, ben ik alweer vergeten. Sorteer de getallen 125, 87 en 109 van groot naar klein. 125, 109 en 87. Correct. Wat is zowel tijdsaanduiding als een groet? Wat is zowel... Ik heb gas. Oké, maak de gaten mee in de muur. Boor. Ja. Wat is zowel tijdsaanduiding als een groet? Weet ik niet. Wat is zowel tijdsaanduiding als een groet? Zwaaien. Wat is zowel tijdsaanduiding als een groet? Ik weet het niet! Wat is zowel tijdsaanduiding? Wat was ook weer mijn woord? Boor. Boor, oh ja. Wat is zowel tijdsaanduiding als een groet? Weet ik niet, Jer. Jer, doe even. Ik heb boor. Nee, helemaal niet. Hoe schrijf je dat? Boor. Boor, gast. Ja. Laat me met rust. Spel het woord 4 met de dobbelstenen terwijl je die... Wat moet doen? Spel het woord 4 met de dobbelstenen terwijl je die in de ruimtes tussen je vingers... Huh? Terwijl je die in de ruimtes tussen je vingers klemt. Oké. Wat is zowel tijdsaanduiding als een groet? Ja, die weet ik niet, dus ik hoef niet op jou te focussen. Drinken. Ja, weet ik veel. Kun je me een hint geven? Wat is zowel een tijdsaanduiding? Ja. Dus dat je je tijd, wat een tijd
geïdentificeerd als een goed. Ja, maar, oh ja, het is tijd. Ja, maar ik heb hem, kijk. Ik heb hem, gast. Ik heb hem. Wil je nog weten? Ja, wat is het nou? Dag. God, oh my god, tuurlijk! Oké, hoeveel punten had ik bij jou? 1, 2, 3 had je. Oké. Bij mij had je 2. Nou, 6. Zas. Nou, nu weten we allemaal hoe het gaat. Inwoner van Ierland. Ier. Ja, heel goed. Nou. Dat boeide het verder niet. Nee, nee, maar dat nou, ik vind dat Vincent wel een, opnieuw mag proberen, want jij ging zo bagger, gast. Het was een proberen. Het zijn proberen. Nee, kom op, mijn punten, man. Nee, ga nu voor het echt. Ga voor het echt. Oké, ben je er klaar voor? Nee, helemaal. Dit is de echte ronde. Geen raaf. 2, 1, een pikzwarte vogel. nee, je bent op bezoek bij iemand en dan ben je te... Gast. Ga je gang. Gast. Kom. Oh, doen die dieren die eieren leggen anders dan kippen? Vogel. Raam. Een pinguïn. Drie dieren die eieren leggen anders dan kippen. Een schildpad. Ja, wie is je favoriete zanger? Zangerines. Net geboren mens. Een baby. Heel goed. Spel het woord lely achterstevoren. Lely? Ik zat niet op te letten. L. Ja. Hoeveel is 0 min 0? 0. Is min 28 graden kouder of warmer dan 27 graden? Nog een keer, wat zei je? Is min 28 graden kouder of warmer dan 27 graden Celsius? Kouder. Komt toch goed. Kom, volgende. Wat is de op één na laatste dag van de week als maandag de eerste is? Wat is de op één na laatste dag van de week als maandag de eerste is? Zondag. Wat is de op... Ben je klaar met die? Gast. Dit was de eerste gast. Oh, baby. Sorry. Wat is de op één na laatste dag van de week als maandag de eerste is? Zaterdag. Heel goed. Zet de letters in het woord Mars op alfabetische volgorde. Mars? Ja, op alfabetische volgorde. A-M-R-S. Heel goed. Tel de cijfers in 2292 bij elkaar op. Fuck, waar is de B? Oh hier, wat nog een keer? Tel de cijfers in 2000... Nee, sorry, link is. Oké, okay, een klein springend insect dat jeuk veroorzaakt. Luis. Nee. Corona? Nee, ook niet. Nee, wat is het? Geen een idee. Klein springend insect dat jeuk veroorzaakt. En het is tijd. Een verloop. Oh, nou, dat is bijna hetzelfde als een luis. Je hebt er 2 bij mij, je hebt gast en baby. Nou, hij heeft 2 keer gast. Ja, 2 keer gast. Shit. En hoeveel heeft hij bij jou? Jezus, je hebt echt heel veel. 7. Ja. Hebben we 7? 7 keer 2 is 14. Lekker gast. Zo. Noem 3 voertuigen anders dan een vliegtuig. Ik had een space shuttle en luchtballon. En Tesla. Je loopt door de regen, dan word je... Nat. Goed zo. Noem de 5 letters die in het alfabet direct voor de O komen. Oh, de ABCDFGHJ. JKLMN. Heel goed. Uit hoeveel jaren bestaat een eeuw? 100. Wat is je favoriete hobby? Wat moet ik ook weer hier doen? Nat. Oh. Wat is je favoriete hobby? Gamen. Hoeveel is 3 keer 3 keer 1 delen door 9? Nee, 0. Fout. 9. Fout. 1. Heel goed. Er is 1 roze flamingo, 1 panda, 1 pauw. Oké, 4 plus 4 is? 8. Ga je gang. Wat? Er is 1 roze flamingo, 1 panda, 1 pauw en 1 zebra. Hoeveel zwart-witte dieren zijn er? 1. Fout. 2. Heel goed. Welke speler heeft het langste haar? Ik. Ik laat het alleen. Dunko. Dunko zit bij me. Dat is een blikje ook. Noem 3 rivieren anders dan Rijn, Maas en Mississippi. De Donau. Ja. De Maas. Nee, die mag je niet noemen. Wacht. Oh, de Donau, de... De. Oké. Okay, een acteur heeft een puntje in een film. Een rol. Goed zo. Noem 3 rivieren anders dan Rijn, Maas en Mississippi. Noem 3 rivieren. Ja! Rot. Nee, het is rol. Ja, de River Meuse. Wie? De Maas. Nee. Noem 3 rivieren anders dan de Rijn, Maas en Mississippi. Waar is de hel? Waar is de hel? Tijd. De fucking hel. Ik val niet op een rivier. Hoe heet ook weer die kutrivier? De Nijl. Heel goed, die staat hier ook. Dat maakt 12. Oh, we gaan. We gaan beginnen. Een roze kleurige vis.
flamingo. Fuck, nou. een axolotl. Nee. Wat? Die is de roze? Gast, gewoon vier letters. Oh, weet ik. Oh ja, kut, ik moet het zeggen. Hey, weet ik niet. Waarom weet ik dit niet? Ik kan het eten. Dan. Ja, goed zo. Oh, kut. Lekker, er zijn gast. Twee kubussen. Hoeveel zijden zijn er in totaal? Vier. Er zijn twee. Acht. Ja, sorry. Er zijn twee kubussen. Hoeveel zijden zijn er in totaal? Oh ja, kut. 12. Heel goed. Wat was voor vandaag de laatste keer dat je een bordspel speelde? Gisteren. In welk seizoen vindt Kerstmis op het noordelijke halfrond plaats? September, winter. Heel goed. Noem drie voorwerpen die snijden en niet Jezus. Met de letter Z beginnen. Nog een keer. Noem drie voorwerpen die snijden en niet met de letter Z beginnen. Zal. Als je naar beneden gaat, dan... Ga je naar beneden? Bal, dan puntje, puntje je. Bal? Nee, als je naar beneden gaat, loop. Dan... Nee, je stijgt niet, maar je... Daalt. Ja. Daden. Nog één woord. Daal. Goed zo. Ik help je wel een beetje. Noem drie voorwerpen die snijden en niet met de letter Z beginnen. Zalm. Een mes. Ja. Een schaar. En een... sleutel. Nee, een sleutel snijdt niet, hè? Brandnetel. Snijden. Ja, dat snijden. Ja, snijden. Papier. Ja, okay. Papier. Papier. Wat is het laatste letter van de voornaam van de speler links van je? Daal. Daal, oh ja. Niet rijk, maar? Arm. Wat is de laatste letter van de voornaam van de speler links van je? I. Wat hoort er niet bij en waarom? As, asbak, asbel, asgrauw. Arm. Daar bak je brood of pizza in. Oven. Wat hoort er niet bij en waarom? As, asbak, asbel, asgrauw. Asgrauw. Nee. Ik verzond het niet. Tijd. Kut. Dat maakt 15, gast. Lekker. Lekker. Ik ben kampioen van multitasken. Zo dat blijkt, dat blijkt. Hij is zo goed in het spel. Hij zou... Gast, jij zou hier pro in kunnen worden. Nu ben ik weer de tryhard. Wie edit dit? Weet niet, vast iemand. Ik niet. Oké, okay, ben je er klaar voor? Dankjewel, editor trouwens. Brengt eten naar je in een restaurant. Ober. Ja. Hoe oud was je vorig jaar? 23. Maak het volgende af. Daar krijt geen... Mil. Weet ik veel. Maak het volgende af. Daar krijt geen... Ik weet het niet meer. Oh, ik heb ober. Gebruik alleen je ringvingers om twee stapels van drie dobbelstenen te maken. Hoe? Oké. Okay. Ja. Okay. Maak het volgende af. Daar krijt Top. Geen... Hey, volgende. Pijl en... Pijl en... Pijl... Pijl. Pijl en boog. Pijl. Boog, boog, ja. Boog. Maak het volgende af. Ja? Daar krijt geen... Kraai. Daar krijt geen... Ik heb boog. Ander woord voor mannetje scheid. Mannetje scheid? Dat is toch gewoon een geit? Bok. Is het bok? Nee. Ander woord voor mannetje scheid. Mok. Wel Nederland. Dat is wel Nederland. Ik weet niet, kan je me een hint geven? Kun jij me een hint geven? Nee, ik ben bij hem. Als hij boos is... Zal ik jou even in elkaar? Ram. Ja! Ram. Maak het volgende af. Daar krijg je geen puntje puntje naar. Ik heb ram. Hoofddeksel vaak met een rand. Bandana. Pet. Muts. Nee. Hoofddeksel vaak met een rand. Hoed. Ja. Maak het volgende af. Daar krijg je geen puntje puntje naar. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Gast, help. Geen kip, maar een haan. Heel goed. Welke kleur krijg je als je geel en blauw mengt? Groen. Hoeveel glazen Hoed. Staan er op ik de heb tafel? Hoed. Ja, je bent klaar. Oké, ga verder. Hoeveel glazen staan er op tafel? Nul. Wat verzamel jij zonder specifieke reden? Geld. Nee, dat is wel een reden. Tijd. Oh. Gast, ik zat zo met die vraag vast, waardoor ik gewoon zo op die kon focussen. Maar je hebt wel de 5 keer multiplier, jongen. Nee, maar 5 keer 1. 4, deze. Dus je hebt 20. Nee, dat is... Ja. Dat is... Dat is gewoon deze zin. Guy is Grand Champion. Dat is Grand Champion ben ik gewoon. Ik had gewoon een bepaalde focus. Ik wist gewoon meteen wat ik moest doen. Hij vliegt er vandoor met zijn geld in de hele. Ik kon de L niet vinden daarnet. Hij zit hier op het rooien. Maar ik vond het in ieder geval een heel leuk spelletje. Wil je ook een keer spelen? Linkje in de beschrijving kan je misschien ook aanschaffen. Nogmaals, dankjewel 999 Games voor het sponsoren van deze video. De makkers staan in de beschrijving. En ik zet hem één. En dat is later.